Jongens, ik ga jullie even een klein verhaaltje voorlezen. En dat was, er was eens een badeendje. Dit badeendje maakte een reis door Nederland. Hij kwam langs de plaatsen Weert, IJsselstein, Deventer, Middelburg en Haarlem. Toen dook het badeendje een paar maanden onder, om in Zuid-Afrika weer tevoorschijn te komen. Op een open haard. Zelfs Renomi vond dit al verdacht en pakte het badeendje even op. Daarna reisde het badeendje verder en kwam het terecht op een plank in een propshop. En keek hij toe hoe de kandidaten de muurschilderingen gingen vertonen. Maar het badeendje werd deze keer niet ontdekt en reisde hij maar verder en ging het op bezoek bij zijn familie in het water. Terwijl de grote moeder badeend de berg op werd geduwd. Maar de grote moeder badeend saboteerde de kandidaten en veroorzaakte een klapband. Maar de kandidaten gaven niet op en brachten de grote moeder badeend toch naar de top. Tot grote opluchting van het badeendje die eenzaam in de hoogte was. Even later zagen we het badeendje ineens op een shirt van Jurre. Ik ben alleen bang dat het badeendje uit het vliegtuig is gevallen. En nog vliegles moest krijgen van de grote moeder badeend. Want het leek niet echt op een badeendje. Dat terwijl het badeendje zichzelf al de hele tijd schuilhoudt in het begin van de afleveringen. Op een plek waar het badeendje weer heerlijk kan ronddobberen. Tot hij ontdekt wordt, of misschien wel nooit. En hij leeft er nog lang en gelukkig. Oh, precies Daniel dus. Ja, mooi hè? Ja, eenzame hoogte. Ik snap hem helemaal. Alles zit erin. Alles zit erin. Nou, mooi Arjan. Echt een mooi begin van deze podcast. En dan niet alleen, het is een sprookje, dus misschien komt hij uit. Ja. Even een introotje doen. Welkom in ProCast, de Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen en alle andere belangrijke informatie over Wie is de Mol met Kim van Kim Coré en Arjan van Mollejagers. Welkom beiden, dit keer natuurlijk zonder Dinant. Dinant is op wintersport en daarom hebben we dus Kim uitgenodigd voor deze podcast. Heb je er zin in, Kim? Enorm! Nou, dat is heel fijn. Ik ben benieuwd wie de theorieën zijn. Dat is heel fijn. Arjan. Mm-hmm. Wie is jouw mol? Moet je het nou weer weten? Je vraagt ook naar de bekende weg, grote vriend Tim. Ja. Maar wie zou het zijn, denk je? Mag jij een keer antwoord daarop geven? Moet ik als eerste antwoord geven? Ja, geef maar antwoord op wie jij denkt dat ik te denk. Oh, jij? Dat kan toch maar één iemand zijn? Ja, dat is natuurlijk Daniel. Nou. Ja. Dus niet meer naar de bekende weg vragen. En Kim? Ik weet het niet. Ik zit zo erg te twijfelen. Het moet of Jurre of Daniel zijn. Eén van de twee. Ja. Oké, één van de twee. En als je nu een keuze moet maken? Ja, ik heb wel al mijn punten op Jurre ingezet. Dus als ik er dan één moet kiezen, is het toch wel Jurre. Interessant. Nou, mijn eigen mol is... Daniel. Niet sorry zeggen, hè? Oh, Daniel. Ja, nou ja, ik wilde bijna sorry zeggen, maar Daniel. Want er zijn natuurlijk weer heel veel hints en theorieën, ook naar sorry onder andere gevonden. Arjan, heb jij een paar goede theorieën naar Daniel gevonden in deze aflevering? Zeker weten. Het brandpunt, daar beginnen we maar eens mee, of niet de titel? Ja, nou, dat brandpunt, is. Waar ik zelf aan zit te denken, iedereen weet wat een brandpunt betekent, hè? Dat is een lensreflectie. Ja. En dat is een soort weerspiegeling die door een lichtval kan komen. En dat is precies een brandpunt. En wat gebeurt er nou als de Christen foto's gaat tentoonstellen? Dan wijst hij een bepaalde foto aan in Jurre's collectie. En wie zie je in de weerspiegeling van die foto? Daniel. En hij wijst hem gewoon aan. Letterlijk en figuurlijk. Ja, nou ja, dat heb ik dus toevallig net ook gezegd. En om dit nog sterker te maken... In het busje, na de aflevering, hebben ze het over een spiegeleffect. En dat Daniel in de spiegel moet kijken. Nou, en wat zegt Daniel daarop? Hij bevestigt, ja, ik kan in de spiegel kijken. Wat aansluit bij hetgene wat ik net zei. En dat is dan puur over de afleveringstitel. Dat is best een sterke. En voor de rest in de opdrachten zelf, bijvoorbeeld in de laser game opdracht, heb je daar nog iets voor gevonden richting Daniel? Nee, heel weinig hints op zichzelf. Meer uitspraken en bepaalde
dingen dat kan wijzen naar andere kandidaten, zodat je ze kan afstrepen in principe. Ah, dat vind ik wel goed. Dus er zaten er heel weinig in. Dus ik weet niet of jij nog iets gespot hebt? Genoeg, maar niet allemaal richting Daniel. Ik zit niet in een tunnel, ik zit nog steeds in die tunnelsplitsing, zeg maar. Ja, in die ei. In die ei. Maar die ei die verandert bijna in een W, dus... Ja, je kan ook gewoon iedereen verdacht vinden. Ja, behalve Ranomi. Ikzelf dan. En Kim, wat viel jou op in deze aflevering? Nou, ik vond het een moeilijke aflevering. Vooral omdat er natuurlijk niemand naar huis is gegaan. Dus ja, dan heb je natuurlijk nog weer iemand extra's om in de gaten te houden. Wat ik vooral opvallend vond, is dat Jurri heel graag wou dat Soy de penningmeester werd. En hier heb ik een best wel mooie theorie achter. Want hij zegt natuurlijk dat dit te maken heeft met zijn molafspraak. Want tijdens de molafspraak kwam hij natuurlijk erachter dat er dingen op de biljetten staan. Maar waarom zou je dan de pot dichtbij willen hebben? Want hij heeft alle biljetten al een keer in handen gehad. Ik denk niet dat hij de pot dicht bij zich wil hebben, maar de penningmeester. Want er is elk seizoen altijd nog een soort opdracht waarin de penningmeester een soort sleutelpositie heeft. En aangezien Jurre best wel veel geflikt heeft dit seizoen en best wel veel voor zichzelf heeft gekozen, denk ik dat hij daarom Soy vertrouwt hem natuurlijk een beetje, Soy dus dicht bij hem wil hebben en dat hij zo dus een beetje Soy kan manipuleren van ja, zet mij even op een goede plek tijdens die opdracht. Kan ik jou informatie geven over mijn molafspraak? Dus dat denk ik dat wel een mooie is. En ik heb er, dat is niet echt per se een hint, maar meer iets wat de regie heeft gedaan. Ik denk dat het niet een geplande vroege test is. Ik denk namelijk dat alle kandidaten al weten wie de mol is. Dus alle antwoorden zijn altijd goed. En dan komt erop neer wie is nou het snelste tijdens de test. En ja, dan is er natuurlijk niet meer heel erg iets leuks aan van wie is nou... Ja, wie antwoordt nou het beste? Dus de regie die had een soort van stress, denk ik. En heeft daarom deze vervroegde test gedaan. Aangezien het de tweede keer is dit seizoen dat we een vervroegde test hebben. En dat er nu dus een soort stukje onzekerheid bij de kandidaten zijn. Waardoor er dus weer verschilheid is tussen wie de test het beste of het slechtste heeft gemaakt. Die laatste opmerking die je zegt, dat vind ik wel even een nadenkertje. Ja, ja. Ik had hem toevallig net gezien in een video. Oh ja, ja, die. Je had dit besproken in je video, toch, Kim? Klopt. Ja, zat ik ook al na te denken. Ik denk, wat je daar zegt, kan best wel eens kloppen. Maar wie denkt er dat het meest wordt verdacht dan? Die vraag wil ik daar nog wel even op je stellen. Welke vraag? Sorry, ik vroeg het. Wie dat je denkt dat er verdacht wordt? Het meeste. Ja, Jurre. Ja. Nou ja, Soy zegt wel dat hij op Daniel zit, maar hij schiet alsnog Jurre ook af. Dus hij kan wel zeggen dat hij op Daniel zit, maar hij schiet wel Jurre af tijdens de Laser Game opdracht. En Soy schiet Daniel af? En Jurre. Hmm. Ja, dit is een nadenkertje. En de testbiechten, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Ja. Elke test. Daarom. Dus. En uiteindelijk, kijk, Daniel die vindt Jurre ook verdacht. Ranomi vindt Jurre ook verdacht. Maar zegt ook dat ze Soy een beetje verdacht vindt. En de kandidaten zien uiteindelijk meer dan dat wij zien. Dus ik heb een beetje geleerd van al voorgaande jaren dat ik fout zat. Dat we meer moeten gaan vertrouwen op wat kandidaten zeggen en doen. Vooral wat zij dus zeggen wie zij verdacht vinden. En daarom ben ik voor Jurre gegaan. Jeetje. Maar vind je zelf dan niet dat Jurre er eigenlijk een beetje veel te dik bovenop ligt? Ja, maar Jurre heeft volgens mij ook wel... Hij heeft best wel veel geflikt. En als kandidaat zou ik denk ik het zeker doen. Maar het is natuurlijk nog gaver om dit als mol te doen. En al helemaal een beetje in het straatje van Jan Versteeg. Het is natuurlijk... Jan Versteeg was de laatste mol die zoveel best wel brutale acties deed. Ja. Dus ik vind Jurre eigenlijk ook wel zo'n persoon die dit ook zou doen. Ja. Lastig. Maar, Arjan, kan jij dit een beetje proberen te weerleggen richting Daniel? Ja, ik wil op Soy wel een antwoord geven, want ik denk dat Kim iets mist. En dat is in de beginopdracht van de enveloppenkeuze. Dat Daniel aangeeft van ik ga voor envelop 2. En Soy pakt in één keer envelop 2 voor Daniel zijn neus weg.
Omdat Zooi Daniel gewoon verdenkt en daar dwars wil bomen. Naar de rand schiet Zooi als eerste onze grote vriend Daniel het spel uit. En dat is in mijn optiek, als jij de eerste eruit speelt, is dat je de mol op zijn plek wil gaan zetten. En dat je de mol je vragen naar je hand toe wil zetten. Als jij Jurre als tweede er pas uitknalt, dan heeft Jurre dus nog kans om meerdere mensen af te schieten. En dan denk ik, oké, de eerste die jij eraf knalt, is degene die je verdenkt. Dat zou ik in ieder geval doen als ik kandidaat was. Maar je hebt het nu over twee opdrachten, toch? Want je begint ja. met de envelop en daarna moet je twee opdrachten. Ja, en Mengel moest van twee opdrachten waar je in kan zien dat Zooi Daniel verdenkt. Oké. Maar, sorry, maar het zou best kunnen dat, weet je, ik verdenk ook Daniel en Jurre op het moment. Dus het zou kunnen dat Zooi ook nog op beide zit. Maar dat zegt hij niet. Dus, en wij weten dat dus niet. Dat klopt. Ben ik helemaal met jou eens. Ja. Want dat vind ik ook het mysterieuze aan Ranomi. Ranomi zien we helemaal niet, hè? Nee, nog steeds niet. Die heeft ook minst de biechttijd. Nog steeds. Dan moet ik ook zeggen, ik verdenk Ranomi totaal niet. En daarom vermoed ik ook dat Ranomi de afvaller gaat zijn. En daarover gesproken, de podcasttheorie. Jullie weten wel, de podcasttheorie. Er zijn er onderhand echt al duizenden, volgens mij. Want... maar je ziet dat in de podcast van vandaag, daar zitten Jurre en Zooi in, ja? Mm-hmm. Dan lijkt mij het dus logisch dat volgende week dan Daniel en Ranomi zitten, samen in één podcast. Ja, en dan is één van de twee een afvaller. Ja, en dat moet dan wel Ranomi zijn, omdat Jurre de mol potentieel op Daniel zit. Ja, dan maar Daniel zou ook alsnog kunnen afvallen. Klopt, alleen... dan is Jurre meteen ontmaskerd. Juist. Maar nee. Het is toch al de finale dan, dus... Ja, oké, maar... ja, nog steeds denk ik, nee, het is Jurre niet. Want dit kan niet. Gaan we dadelijk met z'n allen naar het paleis in Baren toe. We staan daar met z'n allen en de woonfactor is er gewoon totaal niet. Omdat heel Nederland hem bedenkt. Maar dat gaat niet gebeuren. Dan gaat de lijfontknoping daar ook niet plaatsvinden. We moeten nog een woonfactor komen. Ja. Denk even aan vorig seizoen met Freesia. Toen waren er ook hele goede hints richting Freesia op het laatst. Iedereen bedacht Freesia. Iedereen wist het zeker. Freesia is de mol. En wat bleek? Everon is de mol. Maar Arjan, even over die woonfactor. Wat zei je nou in het begin? Wow. Dat Jurre het meest verdacht werd. Maar dat komt nu vooral doordat hij de finale vrijstelling heeft. Nee, maar ook al daarvoor toch? Ja, oké, daarvoor werd hij ook al het meest verdacht. De finale vrijstelling had ik zelfs nog voorspeld. Ja, wat ik nog binnenkreeg, dat is een soort theorie van iemand, dat we in de volgende aflevering, dat we dan halverwege de aflevering zien we dan de afvaller van vorige aflevering, snappen jullie het nog? Mm-hmm. En dan zie je aan het eind van de aflevering zie je misschien al de verliezend finalist en dat is dan misschien wel Jurre. Dan zijn er ineens heel veel mensen hun punten kwijt omdat er dan een soort van twee mensen afvallen. Dat is een theorie die ik binnenkreeg. Wat ik nog als reactie onder mijn video kreeg is... wat nou als er in aankomende aflevering nog een zwarte vrijstelling in het spel komt? Dan is die finale vrijstelling van Jurre niets meer waard. En dat hij dan misschien afvalt? Ja, dat zou ik kunnen. Dat kan natuurlijk niet, want hij is de mol, dus hij blijft erin. Ja. Maar ik vond het op zich wel een goeie. Want wat mij opviel is dat je tijdens de aflevering nog best wel lang je punten in kon zetten... terwijl de vrijstelling van Jurre al bekend was. Klopt. Dus ik zat van, er moet iets gaan komen. Nou ja, uiteindelijk ging iedereen dus door. Maar ik vond het wel heel erg goed dat een van mijn kijkers zei van... hé, maar misschien dat er nog een zwarte vrijstelling komt... waardoor dus Jurre misschien helemaal niet naar de finale gaat. Nou ja, ik hoop persoonlijk dat, stel Jurre is kandidaat, dat hij ik snel ook. Afvalt. Ja. Dan kan ik gewoon rustig verder gaan op Daniel of op Zooi. Maar ik vind het ook niet echt. Ik vind het zo niet zo heel erg verdacht, eerlijk gezegd. Nee, maar daarover wel gesproken. Simon had een hele grote hint gevonden. Die M, ik weet niet of jullie dat al hadden gezien. Ja. Die M die zit dan in de glitch van de interviews van de kandidaten. Zit er zeg maar een glitch. En die glitch bij Zooi, die laat dan een M zien. Nou, kan ook gewoon een hele makkelijke nep hint zijn. Of hacker Daniel is bezig. Juist, dan zeg je iets goeds. Ja. Maar Arjan, stel, Daniel was geen hacker geweest.
Hoe zou jij dit dan weer leggen richting Daniel? Van goh, Soy heeft een emmetje. Waarom moet ik dit weer leggen als Daniel nu wel een hacker is dan? Dan hoef ik daar toch een uitleg over te geven. Kijk, weet je, iedereen vergeet ook de beste hint die Sien vond in het begin van het seizoen. Was de 1401 op de telefoon. De initialen van NA. Dat vond hij de beste hint, maar hij komt er niet meer op terug. Dan de foutjes in het molboekje. Wordt niet meer op teruggekomen door geen ene meloot. Het wordt gewoon aan de kant geschoven. Dat zijn allemaal foutjes die de makers niet kunnen verantwoorden aan het einde van het seizoen, dan maar op één manier. En denk daar maar over na. Ja. Ja. Over foutjes ook nog gesproken. Ik ging nog even... Ik ging nog even de mollicitatie van Soy bekijken. Want ik dacht, hey, ik ben toch bezig. En daar zie je als enige aan het einde van de mollicitatie van Soy, zie je dat hij verandert in een slow motion beeld. En dat heb je in alle andere mollicitaties heb je geen slow motion beeld aan het einde, behalve bij die van Soy. Dus er valt wel iets op aan Soy's mollicitatie, maar ook aan zijn interview. Ik vind ook iets opvallen aan Ranomi's mollicitatie. Zij reageert namelijk niet op de vraag, wil je de mol zijn? Klopt. Daarom denk ik dat ze het ook niet wou zijn. Want het is een vraag, ja, het is de vraagstelling, op de antwoord op de volgende vraag die eigenlijk gesteld werd. Mm-hmm. Ja, en de makers weten natuurlijk nu dat Ranomi dus zeg maar in de finale zit. Dus als ze nu nee had gezegd, dan waarschijnlijk iedereen in Nederland dacht, nou, Ranomi zit dan sowieso dus niet nu. Ja. Denk je dat, dat ze het daarom wel is? Nee, zeker niet. Ik vind haar ook niet verdacht. Ze verdient ook gewoon prima geld. Ze is gewoon een kandidaat. Ik ben ook niet aflevering 3 niet vergeten, geloof ik, dat ze die trilling had in de slag hadden. Ja. Met die spanning. En ik verwacht dat ze daar een beetje al op kantje boor heeft gezet. Dat ze gewoon misschien op 1 of 2 kandidaten heeft ingezet. En dan heb je een bepaalde spanning als een kandidaat zijnde. Ja, dat jij of een rood scherm gaat krijgen of een groen scherm. En je hebt de kennis op de juiste mol. En dan krijg je een soort spanning. En die hartslagader was bij Soy en bij Ranomi. Maar wat vonden jullie dan van Daniel die zei tijdens als enige resultaten van de test kreeg te horen dat Daniel in 1 aflevering vol op Jurre is gegaan? En daar zit er natuurlijk nog steeds in. Wat vonden jullie daarvan? Ja, hij zit op de goede mol, toch? En Arjan? Want Arjan, die zit natuurlijk heel erg op Daniel. Ja, maar Daniel weet, heeft denk ik wel een beetje voorkennis. Dus die wist dat Jurre op hem zit. Dus die heeft de inzage op wie je invult. En daarom denk ik dat Daniel Jurre is. Maar dat is meestal... Jeroen zat ook op Kim Lian. Terwijl hij wist van, oké, Kim Lian gaat de finale halen. En splitste de vragen over Everon, over Kim Lian en over Frisje. Hey, Tim is gek. Ja. Dit is allemaal Daniels doel. Zitten we dan, Kim? Ja, dit heb ik af en toe, hè, jongens. Dat weten jullie. Ik niet. Ja, nou ja, wat je zei, Arjan, dat klopt natuurlijk helemaal. Vind ik. Want ik ben enig... aan de ene kant ben ik voor Daniel, maar aan de andere kant ben ik ook voor Jurre. En aan de andere kant ben ik ook voor Soy. En aan de andere kant ben ik ook voor Ranomi. Maar als je echt 1 keuze zou moeten maken... Nou ja, mijn gevoel zegt zelf, Jurre kan het eigenlijk niet zijn, want hij is gewoon te verdacht. Ja. Dus dan ga je automatisch denken aan Daniel. Weet je, hij heeft kleine molacties. Het is in ieder geval 1 van de 2. Ja, dat is zeker waar. Als het Soy is, dan... Ik heb van iemand gehoord die zei, als het Jurre niet is, eet ik een joker op. Dus, Ja, dan kun je koekjes maken, toch? Ja. Jokerkoekjes. Leuk. Leuk. We hadden natuurlijk opdracht... Even iets anders. Ja? Kim, leuk idee met jouw test die je in elkaar gaat zetten. Wat zei je? Leuk dat jij die test in elkaar gaat zetten. Ik ben benieuwd. Ja, hij is echt bijna helemaal af. We zijn nog de laatste vragen aan het zetten. Dus het gaat echt heel gaaf worden. En voor de Mol België gaan we het ook doen. Super gaaf. Wat voor test? Iedereen, raad het aan. Ik ben een websiteje aan het maken waarin je een soort mini Wie is de Mol vragen kan maken van de aflevering. Dus onder andere wat vragen die we gewoon in de aflevering zelf zien. En dan natuurlijk gewoon de standaardvragen van wie is jouw mol? Is de mol een man of een vrouw? Dat soort dingetjes.
En dan kan je dus met een heel systeem dat achter de website zit, uiteindelijk kunnen we ook helemaal berekenen wie wordt het meest verdacht van mijn kijkers. Aan het eind van het zoen, wanneer we weten wie de mol is, kunnen we ook helemaal berekenen hoeveel vragen heb je dan goed gedaan, hoeveel procent heb je dan goed in het seizoen gedaan. En allemaal dit soort dingen van wanneer heb je een rood scherm of een groen scherm gehad. En dan maak je eigenlijk een soort van eigen wie is de mol test. Dat is wel echt superleuk. Super gaaf. Ja, dat is wel echt super gaaf. Nou ja, ik denk dat we maar moeten gaan naar opdracht 1. Ja. Of nou ja, opdracht 1. Ja, opdracht 1. De Safari Tour. De Safari Tour. Focusgroep. Focusgroep heet het. Ja, ja, ja. Focusgroep. Maar focusgroep, ja. Op wie hebben jullie de focus gelegd? Jure. Nou ja, Jure, Daniel. Kim of moet ik beginnen? Ga jij maar. Arjan. Wat ik met focusgroep heb gevonden is dat Daniel legde de focus op samen ben je eigenlijk sterker in de natuur. En dan zegt hij het woordje eigenlijk. En dat slaat er heel erg op de mol. Want de mol is altijd eenzaam in de natuur. Is altijd eenzaam in de groep. En daar vind ik hem heel verdacht. En hij maakt natuurlijk de foto's over samen zijn in de natuur. Focus, groep. Ja. Hij focust zich op de groep. Oké. En Kim? Ik kijk altijd eerst even naar wat is de ideale plek voor de mol. De mol had deze opdracht graag willen winnen, want dan heb je controle of je wel of geen geld zou verdienen. Nou ja, dan valt er natuurlijk één iemand op en dat is Jurre. Sowieso vond ik het heel erg raar, want hij had echt een heel mooi drieluik. Terwijl, ja, je denkt, sorry, die heeft meegedaan het perfecte plaatje. Zelfs zijn hobby is fotografie. Dus het is raar dat Sorry deze opdracht niet had gewonnen, alsof hij misschien expres wou verliezen. Maar Jurre die had dus een hele mooie foto, ze had helemaal een verhaaltje ervoor bereid. Misschien te voorbereid. Misschien is hij deze opdracht wel met voorkennis ingegaan. En hij had natuurlijk aan het eind de controle in zijn handen of er wel geen geld zou verdienen. Geen geld verdiend door de witte vrijstelling. Lekker voor een mol natuurlijk. Ja, en dan ook met zijn safari petje. Precies. Die de rest niet had. En dat vind ik ook nog wel verdacht, want konden ze die tijdens de safari tour kopen? Konden ze die na de safari tour kopen? Of had Jurre hem stiekem al meegenomen? Dat weet je natuurlijk niet. Nee. Nou ja, tenzij vinden jullie het niet te makkelijk? Vinden jullie het niet te makkelijk dat Jurre de vrijstelling pakt en vorige keer de opdracht wint en aan de telefoon komt? Twee keer vol achter elkaar dat de makers dit zo in beeld gaan brengen en dan ga je Jurre nog verdenken. Ja, ik zeg nee. Weet je wat waar ik het eerder zie is gewoon dat Daniel de nadruk legt op envelop 2. Zoe die pakt die envelop voor zijn neus weg. Je ziet daar aan Nomi dat hij ook zoiets had van Daniel, waarom pak je envelop 2? Ik wil envelop 2 ook wel. Dan is envelop 2 al een hele bedachte envelop. Dus op dat moment, ook al is hij de mol niet en ook al wint hij het spel niet, Jurre die gaat sowieso voor envelop 2. Of welke kandidaat ook gewonnen had. Want die envelop was verdacht. Ja, en dan okay. is dit een hele doordacht plan van de mol. En van de makers. Als mol zou je wel een beetje controle in deze opdracht willen hebben. Want je kan best wel makkelijk geld verdienen door gewoon één goede envelop te kiezen. Je hebt 50% kans dat je geld verdient. Maar daar heb ik ook weer iets op. Ik weet niet of jullie mijn laatste video hebben gezien. Daniel maakt een bepaalde knikbeweging. En hij houdt twee keer zijn envelop zo voor zijn neus. Dan heeft hij zijn randje afgescheurd van de envelop. Je houdt die voor de envelop. Met andere woorden, I, de mol. Dus ik ben de mol. Hij schuift het nog expres naar beneden met zijn vingers. In slow motion heb ik het expres naar voren gebracht op mijn kanaal. En dan zie je heel duidelijk dat er staat I, de mol. Dan knikt hij nog heel even naar Jurre. Dan kijkt hij naar Soy. En op dat moment doet Soy zijn envelop omhoog. Jurre die ziet het. Hij knikt wederom. En daar zie je dat hij duidelijk de molactie plaatst. Oké, okay. Maar ga naar dat randje kijken. Ja, dat knikken. I, de mol. Dat knikken heb ik inderdaad gezien. Maar dat ja. I am, dat vind ik iets nee, lastig. Niet I am, I de mol. Ja, I de mol. Dus ik de mol. Ja. 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 Ik vind hem moeilijk. Hij doet het bewust, hè, Kim? Ja, dat geloof ik ook wel. Zo. Maar is het misschien niet te veel gestolen van Rottekai, die met een M met zijn hand maakte? Het zijn allemaal van die mol-hints die we al een keer hebben gezien. En gezien Avrotros gaan ze echt wel wat nieuwe dingetjes verzinnen, waardoor we dus niet dingen van voorgaande jaren gaan weerzien, denk ik. Zou kunnen.
Dat is ook een goeie. Het zou kunnen, maar vorig jaar zat er toch ook dingen met een M in? Ja, maar niet zo vol. Middelpunt van de M. Middelpunt van de M stond de mol. Het is altijd iets met de M. De mol is nou eenmaal met een M. Klopt. Alleen iedereen maakt een M-beweging. Dus maar dan... die zou je op iedereen kunnen projecteren. Iedereen heeft wel een M gemaakt. Dus zoek de juiste M. Ja. Jurgen geeft bijvoorbeeld ook knipogen al 2 keer. Ja. Naar de camera. Volgens mij is dat ook al een keer eerder gebeurd. Maar... klopt. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. En aan het eind van het seizoen, dan zie je het in de bekendmaking. En dan denk je, oh ja, chips. Ik had het wel moeten zien op die manier. Maar er zijn zoveel van die kleine dingetjes dat ik het gewoon niet meer bijhoud. Net zoals René toen met de deur die, die van René dicht werd geduwd in een shot. René vond ik een waardeloos seizoen. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja, klopt. Dat vond ik ook wel. Ja, lastig Arjan. Ei de mol. Vind ik lastig. Ja, hij is wel top. Want... maar de knikbewegingen en zijn blik in mijn ogen zegt genoeg. En ik ben iemand die heel erg graag naar gedrag en ogen kijkt. Zo heb ik even van het masker. En dat vind ik beter dan Hins. Klopt, is het ook. Ik vind ogen heel erg belangrijk. Ongeacht of je een kandidaat of mol zijn. Ogen kan je niet verbergen. Ja, en de makers stoppen natuurlijk ook heel veel nep Hins in de afleveringen. Juist. Ja. En die zetten er heel veel in dit seizoen. Dat weet ik niet. Want dat weten we allemaal nog niet. Kijk hoeveel er wordt gevonden. Dat is allemaal hints die best wel goed zijn. Of ze nou naar Soy toe wijzen, of ze nou naar Jurre toe wijzen, of ze nou naar Ranomi toe wijzen, of dat ze nou naar Daniel toe wijzen. Ze zijn sterk. Klopt. Klankhints, Nabil hints, ze zaten er allemaal in. Ja, dat is zeker waar. Alleen als ik zo terugkijk op de afleveringen, dan ligt Jurre het beste als molpositie. Alle sleutelposities bijna, daar zit Jurre bij. Ben ik mee eens, ga ik ook niet ontkennen. Jurre die zegt het woordje schip toevallig, weet je. Jurre die zorgt dat geld uit de pot gaat door voor jokers te kiezen. Maar nou vergeet je weer, nou zeg jij weer het woordje schip. Maar eigenlijk hebben we dit al ontkrachtigd. Klopt, klopt. Die zei dat het eerste het woordje is het schip. Ja, maar daarom... voordat Jurre het zei, dat zei Daniel. Maar daarom vind ik het juist verdacht dat Jurre dat dan ineens gaat herhalen. Ja. Alsof hij het wist, als fanatiek zijn. Met de eerste. Ja, maar stel Daniel die zegt als eerst het woordje schip, ja. Vervolgens zegt Jurre daarop heel erg enthousiast van schip. En maar dat nou is echt... gaan we het dus over het woordje schip hebben, maar we gaan het niet over de kist hebben die Daniel vindt in de kapiteinshut. Waar die jokerkracht in zat. Ja, dat vond ik wel. Dat vond ik ook een goeie naar Daniel. Dat maakt het toch wel iets sterker dat Daniel daar de mol heeft. Maar volgens mij was dat niet het kistje waar die jokerkaart in zat. Want het kistje met de jokerkaart lag volgens mij onderin het schip. Ik heb dat nog even een paar keer teruggekeken. Sander en Nabil die lopen op een gegeven moment de trap omhoog, als ik het goed heb. En dan hebben ze dus die jokerkaart bij zich. En dan zitten ze met elkaar te discussiëren of ze het wel gaan vertellen aan de groep. Maar dan ben je de enige die zo denkt. Ik. Ja, dat kistje daar niet stond. Nou ja, dat denk ik dus. Hè. Het is een gedachte. Oké, zou kunnen. Zou kunnen. Ja, ik blijf vasthouden dat niet voor niks zo in beeld wordt gebracht. Dat Nabil en Sander daar aan het zoeken zijn. Dat Daniel daar toevallig langskomt. Hij probeert nog met een sleuteltje erin te stoppen. Hij lijkt weer de fanatieke kandidaat die uiteindelijk weer voor geld gaat. Ja. En wat hij ook zegt in zijn mollicitatie. Ja, dan denk ik dat daar... hij had daar niks te zoeken. Nee, en klopt. Dan denk ik, wat doe jij nou weer daar? En waarom stop jij eerst dat sleuteltje er nog in? En je vind jij die koffer? Je ziet ook wel een soort twijfel in zijn ogen. Dat hij aan het twijfelen is of hij het wel moet, of hij wel het kistje moet vinden of niet het kistje moet vinden. Ja. Want ze hadden net zo goed dat shot eruit kunnen halen uit de montage. Dus dan had hij net zo goed het kistje niet hoeven te zien. Klopt. Dus dat is ook wel weer lastig. Maar we hebben het nu over Spelbreker. Ik wou net zeggen, zullen we weer terug naar deze aflevering gaan? Nou, toen kregen we natuurlijk de test. Hebben we al een beetje over gesproken. Wat vond je het verdacht bij de lasergame opdracht? Jurre. Nee, ik vond een hele sterke hint van Sien. Op een gegeven moment wordt Jurre compleet uitgeschakeld. En hij zegt dat hij een tag kwijt is. Terwijl hij hem nog wel in zijn hand heeft. Ja, het kan natuurlijk dat die tag dan niet meer telt.
Maar later zien we in een shot dat hij dat Jurre aan zijn broek zit of hij iets in zijn schoen zit. Ja. Maar er lag natuurlijk al wat tags op de tafel. Het zou natuurlijk best kunnen dat hij een van die tags heeft gepakt, weggemoffeld, waardoor er sowieso dat geldbedrag ook niet meer verdiend kan worden. En dat kan misschien ook verklaren waarom het cache 3 en 4 niet open kunnen zijn gemaakt en überhaupt konden opengemaakt worden. Ja, ja, dat vond ik ook een goeie. De kniebeschermen gelijk gewoon af. Hij had de kniebeschermer aan. Ja, maar dat zien we niet. Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Maar dat kan de makers daar weer heel leuk gebruiken, zodat wij dat vinden. Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. Om hier een gedachte te maken. Maar dat is een gedachte ook, hè. Ik vind hem heel sterk gevonden, hè. Even buiten kennis ook in. Want alle credits naar Siem dat hij dit zoiets vindt. Dat vind ik heel goed. Maar het kan ook wederom een verdachtmaking zijn van de makers. Ongeacht dat hij gewoon zijn kniebescherming omhoog doet. Ja, of hij heeft wel een soort cargo pants aan. Maar, en met cargo pants, dat zijn wat van lossere broeken. En dan heb je ook een zak, zeg maar, wat lager richting je knie. Het zou kunnen dat hij daar wat in doen was. Zeker weten. Daarom zeg ik, het zou zomaar kunnen dat hij daar iets wegstopt. Maar het zou ook zomaar kunnen dat die kniebescherming is. Want hij, eenmaal wat ik begreep, is dat de tag niet meer geldig was als je werd afgeschoten. Dus in principe had het ook geen zin of hij die tag nou wegstopt. Ja, maar de tafellaag wel. Over die tags gesproken. Ga ik het even proberen te ontkrachten dat Jurre de Mol is. Oh. Jurre heeft wel het idee om de tags te gooien naar Daniel en Jurre. Ja, maar wat heeft hij voor de rest in deze opdracht goed gedaan? Hij heeft er alleen maar een beetje naast gestaan. Hij heeft Klopt. Niet vriend, hij heeft niet maar echt afgeschoten. Hij heeft niet echt de code ontcijferd. Nee, maar hij heeft wel de code goed doorgegeven door de portofoon aan Naomi. Ja. Maar de code was toch wel ontcijferd, dus ja, maar dat kwam door. Anders had Daniel wel. Daniel. Ik denk dat je mol bij, als mol bij deze opdracht, denk ik dat je gewoon een beetje gedijst houdt. Als je afgeschoten wordt, dan heb je niet meer zoveel aan de opdracht. Dus dan denk ik dat je dan gewoon even helemaal lekker gaat chillen. En dan nog even erin gooit dat je met die tags moet gooien. Ja, maar als ik heb even op een rijtje gezet wie wat heeft gedaan in deze opdracht. Nou ja, Soy en Renomi hebben eigenlijk best wel veel geld verdiend. En dan heb ik het nog even niet over dat Soy andere kandidaten ging afschieten. Want dat was gewoon echt apart. Maar dat kwam misschien door zijn test. Ja. Maar Soy en Renomi hebben dus geld verdiend. Die hebben het op zich qua kandidaat best goed gedaan. Daniel werd natuurlijk vrij snel afgeschoten. Ja, door Soy natuurlijk. Ja. Maar je hebt daarna wel heel goed wist hij waar, welk land waar zat. En als mol zijn, dus had je hier heel goed tijd kunnen verspillen. Door zeggen van, Colombia, waar ligt het nou? Ik weet het niet precies. Hij wist het meteen. Dat is die. Als mol zijn, zou je dit niet doen. Want je wil geen geld verdienen. Al helemaal niet zo vlak voor de finale. Maar over dat geld verdienen. Dat zegt Daniel in zijn mollicitatie. Dat hij dat zou doen als hij de mol zou zijn. Juist. Dat waar, maar je moet het er op een of andere manier ook wel weer uitkrijgen als mol zijnde. En hoe wil Klopt. Dat zie je niet. Alleen, we zien wel dat er al veel molacties van Daniel zijn mislukt, waaronder het ei. En de portofoon is uitgeschakeld in de Dolf opdracht met de schuivende muren. Ja. Niet alleen, heel veel mensen die doen follow the money schema baseren op hetgene wat je ziet. Ja, klopt. Al vanaf 2019 is het bewezen dat follow the money schema's helemaal niks meer zijn. Nee. De mol pakt het meeste geld. Merel heeft het meeste geld gepakt. Ja. En als Daniel, stel hij is de mol, en hij weet, Tim weet waar ik naartoe wil, vanaf de geldkoffers kon ik de afvallers bepalen. Toen wist ik dat Nabil eruit ging, toen wist ik dat Anke eruit ging, en nu is het Soy of Renomi. Renomi gaat eruit, wat ik nou een vermoeden heb. En Soy die gaat de finale spelen samen met Daniel en met Jurre. En waarom zeg ik dit? Omdat bij de geldkoffers, stel Daniel is de mol, Renomi buitenspel heeft gezet. Maar we gaan het bedrag van 2.500 euro alleen maar bij Daniel rekenen. En de rest rekenen we niet eraf. Moet jij eens kijken wat Daniel daar uit de pot heeft gespeeld. Stel hij is de mol. Want hij weet, Jurre zit op mij. Jurre gaat voor een joker. Hij weet dat Anke Jurre gaat volgen. Omdat hij nog een beetje boos is. Omdat ze voor de jokers zijn gegaan. Daarom dat Anke nu ook voor een joker gaat. En dat is allemaal voorbedacht. En dat vind ik zo mooi aan Daniel. Daniel is echt zo slim om hierover na te denken. En waarom ik deze slimheid zeker weet, is omdat hij bij die ene opdracht in het hotel ook nog een paar keer aangeeft van ik ga als eerste in deze groep.
En dan in één keer staat hij buiten. Geeft hij eerst aan van oké, ik wil binnen. Omdat hij weet dat de groep tegen hem gaat zeggen, ja Daniel, je hebt elke keer de eerste keuze gemaakt. Nu luister je maar eens naar ons. Omgedraaide psychologie. Dus hij geeft aan, ik wil naar binnen. Maar hij weet al, van de kandidaten gaan mij aanvallen. Ik ga nu buiten komen. En dat vind ik zo slim aan deze mol. Deze mol is geniaal slim. En dat gaan we denk ik in aflevering 10 zien. Als hij de mol is. Ik hoop. En dan heeft hij eigenlijk heel veel geld uit de pot gespeeld. Ik zou het echt mooi vinden als Daniel nu niet de mol is. Ja, dat weet ik, Kim. Dat hoop ik er wel mooi. Nou ja, ik hoop juist dat Daniel de mol is. Het zou wel gaaf zijn. Maar het zou ook heel leuk zijn als ik een keertje wel gelijk heb. En dat ik wel gewoon op het goede spoor zit. Ja, sorry. Maar weet je, ja. Ik stop nu maar ook, hè. Dus het is voor mij genoeg geweest, hè. Dan stop ik met Wie is de Mol. Dus ik ga zo hopen dat het een hele mooie afsluiter gaat worden. En dan gaan we alleen nog maar fixeren op de Belgische Mol. Arjan gaat stoppen met Wie is de Mol. Maar wel kijken, toch? Of helemaal niet? Ja, wel kijken. En af en toe dan fluister ik nog even een beetje wat bij de podcast. Schuif ik nog wel een keertje aan bij Tim of zo. Of ik fluister even wat in naar Tim. Maar een beetje op de achtergrond. Maar Mollenjaren is in ieder geval niet meer zo fysiek en zo intensief. Want ik wil dat gewoon niet meer. Het wordt tijd om het stokje ook over te geven. Ik word ondertussen 43 dadelijk. Ja, ja, en je doet het ook best wel echt ook flink intensief. Ja, heel erg intensief. En dat merk ik ook aan mezelf. En ik vind de Mol België is iets minder hints. En ik heb een veel leuker contact met kandidaten. Maar dat kan je niet straks zien, want anders ga ik er wel wat klappen. Ja, daarvan is trouwens ook de promo al online gekomen. Ja, vandaag. Ja. Nou, we waren bezig met de laser game. Daar waren we nog mee bezig. Ja, nee, nog heel even nog één iets. Oh. Want we zijn iets vergeten. Kim heeft die ook gedeeld in haar video. Daniel zegt nog iets tussen de rit door in het busje. Over dat Sol inbrengt van, oh wat ben ik blij, we zijn in aflevering 8. En dan zegt Daniel heel duidelijk van, ja, en ik heb mezelf ook opgeschreven. Ja, dat hij dat in het molboekje heeft geschreven. En dan denk ik, ja, waarom schrijf jij nou in je molboekje je eigen naam? Ja. Dat heeft helemaal geen nut, heeft geen zin. En dat vind ik wel iets heel toepasselijk als hij de mol is. Want de mol kan zijn eigen naam in het molboekje schrijven. Tenzij je als mol ook wil weten in welk groepje jij zelf zat. Dus dat je niet heel veel vragen op jezelf in gaat vullen. Ja, ja. En dat vind ik echt weer zoiets aansluiten wat ik net zei. Daniel is zo slim. Die is zo'n kandidaat, die durft dat gewoon. Zo'n Jan Versteegje, weet je wel. En die durft dat er gewoon in te gooien. Waar heel de groep bij zit. Ja, weet je, ik blijf ook zeggen, als Daniel de mol is, is het een geweldige mol. Ja, ik ook. En Jurre ook al. Jurre is ook een geweldige mol. Kim, ik zou het geen waardeloos seizoen vinden als Jurre de mol is. Ik zou het pas een waardeloos seizoen vinden als Renomi de mol is. Ja, dat is ook. Die is zo passief en op de achtergrond, behalve nu pas tot leven gekomen. Dan zou ik het een waardeloos seizoen vinden. Maar dan zijn er ook echt amper tot bijna geen hints naar haar. En dat had je natuurlijk vorig jaar met Evron ook. Ik heb zo weinig hints naar Evron gehad vorig jaar. Nou ja, debat eentjes. Echt? Zo dat eentjes, ik ga nu wat vertellen over het bad eentjes. En echt dat hele bad eentje trauma van Siem. Je gaat hem helemaal weghalen. Bad eentjes is geen hint naar een kandidaat. Het is geen hint. Het is uit land. Klopt, is gewoon een land. Ja. Echt iedereen die zegt het is dan weer voor die en voor die. Het kan op iedereen vallen, maar het is gewoon het land. Zie je straks dat Rick zegt. Alle bad eentjes verwezen naar Hanomi, want die is Olympisch zwemster. Ja, daar deed ik ook zo'n joker op. Ja, ik ook. Twee. Twee, zo. Eet jij de houten versie op? Eet ik het koekje op? Nee, dankjewel. Pas op, want dan krijg je splinter op je dak. Ja, ja. Oude ding. Die is echt heel slecht. Ja, die is heel slecht. Maar goed, weet je. Nou ja, wat viel jullie nog meer op? Nou ja, dat Soy en Jurre natuurlijk, die zaten te praten over penningmeesterschap. Aan het begin van de aflevering al. We gaan een beetje kriskels door de aflevering heen vandaag. Ja. Van voor naar achter, van links naar rechts. Arjan, vond jij in het gesprek van Soy en Jurre het niet verdacht dat Jurre heel graag dat wil dat Soy penningmeester wordt? En daar hadden we het net natuurlijk ook over. Kim die zei dat er misschien nog een opdracht zou komen met de penningmeester.
Maar je hebt natuurlijk volgende aflevering heb je één opdracht met abseilen. Gaat daar iets met de penningmeester komen? En daarna heb je dat waarschijnlijk de penningmeester of Ranomi afvalt. En heb je in de finale opdracht nog iets met een penningmeester? Nee. Ik gok van niet. Nee, ik ook niet. Zou kunnen nog. Is te kort. Ik denk wel dat er iets met die penningmeester gaat gebeuren. In principe zijn het nog maar twee opdrachten. Dus ja. Die afvalopdracht en dan een opdracht daarna, want de test zit erin. Dus ik verwacht niet dat de penningmeester nog invloed heeft. Maar wat ik ook nog even na zit te bedenken, hè? Maken ze dan de volgende aflevering twee testen in één aflevering? Nee. Nee. Want de volgende aflevering begint met de abseilopdracht. Dan gaan ze de executie doen, omdat dan alle opdrachten zijn geweest. Van eliminatie. De testies in... Eliminatie, sorry. dan gaan ze dus zeg maar de eliminatie doen van de afgelopen test die ze in deze aflevering hebben gedaan. Dan komen er nog één of twee opdrachten, hangt er een beetje vanaf wat Avro Tros leuk vindt. En dan krijg je de finale test. Ik denk dat die zo in elkaar zit. Ja. En de live ontknoping is in het paleis van Warren. Ik denk dat daar pas de ontknoping gaat plaatsvinden. Ja. En dat ook de rest van de kandidaten totaal nog geen kennis hebben wie de mol is. Nee. Stel, niemand zit op de juiste mol. Nee, dat hebben we vorig jaar ook besproken, dit, hè? Weet ik. Maar toch, het kan. En ook, Koen zei net, ik heb geen hints gevonden naar Everon. Heb jij totaal niet naar mollenjagers gekeken of zo dan vorig jaar? Helemaal niet. Dat in een Freesia-tunnel. Dus alles wat van Freesia was... Ik heb alles naar Everon gevonden. Ja, Op eentje na. Mollenvanger. Ik zat gewoon echt in mijn Freesia-tunnel. Ja. Ik vind nog steeds dat het Freesia is, maar ik vind het ook nog steeds dat Nabil de mol is, dus... Net zoals Sam. Maar ik heb iedere video van gezien van Siem, van Guido, van jou. Ook al zit je in een jurentunnel, ook al zit je in een soortunnel, ik vind het wel bijzonder om de hints te zien. En dan kan je altijd, als je de hints dan vergelijkt met elkaar, kan je een beetje kijken welke vind ik nou goed en waar zit een dubbele laag in. Want ja. Ik kijk altijd heel graag naar een dubbele laag in. Een dubbele laag in, daar zit iets achter. Daarom denk ik ook dat de badeentjes nog steeds wel iets gaan zeggen. Jij zegt van niet. Nee. Maar ze zitten nu voor niks aan de sleutel om de kist te openen. Ik blijf dat zeggen. Dat vind ik het beste. Die moet je verzoeken. Een rubber ducky. Ja, die moet je verzoeken. Ja, lastig. Lastig bij de techno-journalist. Als we te ver gaan zoeken, dan is er toch ook niks meer aan. Omdat je dan zo ver... Ook die dingen met het alfabet, dan ga je zo ver, dan is het toch niet echt meer een hint. Het is dan toch gewoon... Het is gewoon een soort wiskunde dat je dan gaat doen. Nee, maar het is Wie is de Mol. Ook Everon hints waren vergezocht. Ook de jokerkaart bij onze René was vergezocht. Die jokerkaart, alsjeblieft. Het is zo. Dit is Wie is de Mol. Kijk, hints die jij in je face hebt, zitten er maar een paar bij in. Denk aan Everon vorig jaar, die 30-5. Maar verder rest moet je iets verder kijken. Om een hint te kunnen vinden. Vooral naar molacties en gedrag kijken. Ja. Die hints, dat slaat eigenlijk nergens meer op. Die hints, dat slaat gewoon eigenlijk nergens meer op. Nee. Als we nog wel even kijken naar deze aflevering. Want ik had nog wel iets wat ik kwijt wil over Jurre. Ja. Verbazing. Na de lasergame opdracht krijgen ze te horen dat ze door zijn naar de finale. In ieder geval, volgens mij zei Rick finale. En toen zaten ze allemaal te juichen en dat soort dingen. En Jurre die juicht het hardste, maar hij had natuurlijk al die vrijstelling. Dus waarom juicht hij over iets wat hij eigenlijk al had gekregen? En als kandidaat zou je niet blij zijn dat de rest ook door is. Want dat betekent dat jij een kleinere kans hebt om te winnen. Ja. Als mol zijn wil je ook niet dat iedereen doorgaat. Want wil je juist dat er iedereen doorgaat. Want er is een kleinere kans dat jij verdacht gaat worden. Dus ik vond het een beetje apart wat Jurre daar deed. Ja, lastig. Ja. Hij juichte natuurlijk ook na het krijgen van de vrijstelling heel gek. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Een beetje geacteerd. Ik heb heel veel lol met elkaar. Ja, is ook zo. Heb je liever de mol winnen of lol met een groep? Ik kies toch voor winnen. Deze kandidaat hebben gewoon lol. En dan maakt het niet uit wie die gaat winnen. Maar iedereen die doet zich voor als mol dit seizoen. Ja, dat maakt hem zo moeilijk. Ik vind het zo lastig. Er is niet één actie. Ik snap waar jij naartoe wilt, hoor, want ik vond het ook verdacht, want hij deed wel heel erg overdreven. Ja. Maar dat is past ook weer bij Jurre. Hij doet ook overdreven mollen. Misschien hij is gewoon, zo. Hij is gewoon lekker extra. Ja ik vind hem een heerlijke clown. Ik mag hem echt.
En ik heb heerlijk genoten van zijn fotografie naar de achterwerken van dieren. Ik vond het heerlijk. Weet je, dat is hoe ik Jurre zie. En ik geniet echt van hem. Maar hij is denk ik meer de clown van de groep. De Sahil een beetje, die kant er gaan we op. Hij is, ja. Hij wil graag de mol zijn, hij weet wie de mol is. En dan gaat hij zo spelen. Ik weet nog een story bijvoorbeeld, hè, waarom hij aan Conte denkt bijvoorbeeld. Dat is even een stom voorbeeld. Toen deelde hij een story met een paraplu. Dat hij in de stad liep en dat hij zijn vriend kon stappen met een paraplu in zijn kont stak. En dan zegt hij, dit ga ik een hele dag volhouden. Ja, dat is Jurre. Ja, klopt. Dat is Jurre. Klopt. Dat is Jurre. Klopt. Zo is hij ook op programma's. Want ik kon Jurre van tevoren niet, dus ik heb hem een beetje terug zitten kijken. Wie is Jurre nou? Jurre is gewoon een grappenmaker in de klas. Ja. Ik was even weg bij mezelf, maar ik ben er weer. Daniel. Dat komt omdat jij op Jurre zit. Dan word je gehackt, Kim. Ja, dan kan je... ja. Nou, nog iets wat heel erg overdreven was. Chris, de fotograaf. Je kreeg een soort beelden te zien dat Chris heel intensief bezig was met alle foto's te bekijken. Vond ik best erg geacteerd eruit te zien. Hij keek een beetje rond en hij ging een beetje tikken. Lastig. Het leek een beetje geacteerd. Snap wat je bedoelt. Niet zozeer dat het misschien echt geacteerd is, maar je weet het nooit. Maar wat zou er achter zitten dan? Ja, weet ik niet. Mensen die in mijn DM sliden, die zeggen... Oh. Ja, hey. Ja, ik heb al vragen gekregen of ze me snap mogen. Maar, mensen die in mijn DM sliden, die zeggen zo van... kan zijn dat Joy Hansen foto's heeft gemaakt. Ja, dat, voor Jurre. Ja, dat Jurre niet zijn eigen foto's heeft gemaakt. Die heb ik ook nog gezien. Maar komt dat denk ik niet. Nee, ja, omdat dat van de leeuw heb je wel kunnen zien. Ja, klopt. Kim. Ja, wou ik net zeggen. Die van de maar leeuw. Die andere twee niet. Ja, die laatste, die dikke kont. Ik weet niet meer precies hoe dat dier heet. De nijlpaard. Oh ja. Die heb je wel kunnen zien. Die twee heb je kunnen zien dat die fotografeerde. Maar nog iets over dat nijlpaard. Dat nijlpaard gaat in een shot gaat hij onder water. Hey. En wie wilde ze zo graag een nijlpaard met een kont op de foto zetten? Steven. Je begint op Jurre te lijken nou. Op wie? Jurre. Oh. Kijk je ook al naar achterwerken van dieren? Niet zozeer van dieren, maar... Sorry, nee, Tim. Even een grapje tussendoor. Dit gaat niet over Wie is de Mol. Dit gaat over die mensen in je DM. Precies. die graag een snap willen. En die je dan toevoegt op snap. En dat ze dan zeggen, dat ik dan vraag van waarom wou je me snappen? En dan zeggen ze ja, geen idee eigenlijk. Precies dat soort mensen. En je spreekt ze gewoon nu niet. Nee hoor. Hebben jullie nog iets leuks om toe te voegen aan het feit dat Jurre de Mol is? Nee. Ik heb wel iets persoonlijks dat ik mee heb gemaakt waar ik gewoon... Ik weet niet of jullie het grappig vinden, maar ik heb nu al 2 jaar in een rij tegen de Mol gezegd dat ze niet Mol zijn. En ik heb dit jaar dat ook bij Zoi gedaan. Dus... Het ding is, Zoi kan dat heel goed zijn. Dat is wel leuk. Ja, ik heb tegen Rob de Kaai gezegd, maar je bent absoluut niet de mol, want Miljuska is de mol. En toen was hij aan het eind van het seizoen de mol. Toen heb ik tegen Everon gezegd, jij bent de mol niet, want het is Freesia. En nu heb ik voor het seizoen Zoi gesproken en gezegd, het zou wel leuk zijn als je de mol zou zijn, maar ik denk niet dat je het zou zijn. En toen was het seizoen waarom nog niet begonnen. Dus... Waarom doe je dat dan ook, Kim? Maar Zoi zit in de finale, Kim. Ja, daarom. Dus ik weet het niet meer. Nee, maar terwijl je in het begin nog in de Zoi-tunnel zat. Ja. Ja, maar ik ben echt in elke tunnel gesprongen. Ik heb de Daniel-tunnel gezien. Ik heb de Nabil-tunnel gezien. Ik heb zelfs nog een stukje vrouwtje gezeten, terwijl die gewoon al in aflevering 2 eruit was. Echt, ik heb denk ik wel elke tunnel gezien. En... Maar iets anders, Kim. Heb je nou niet je punten expres ingezet op Jurre omdat je weet dat je je punten nou meeneemt naar de finale? Of heb je je punten echt bewust ingezet omdat je in de tunnel zit van Jurre? Ik zit soort van in de Jurre-tunnel. Ik kan Daniel nog niet loslaten als mol. Je zit in de T-splitsing. Hoe kan je binnen een week zijn geswist?
Ja, hoe kan jij binnen een week zijn geswitcht? Omdat ik heel veel reacties heb gekregen van mensen die zeiden en weer hints hadden naar Jurre en dan was dan weer dat. En ik maak video's samen met mijn vader en die zit ook heel erg in de Jurre-tunnel. En iedereen op mij heen zat in de Jurre-tunnel, dus toen dacht ik, ik ga gewoon voor een keertje mee. Maar had je je eigen gevoel voor? Ja, maar dat is vorig jaar ook zo. Dat was vorig jaar ook. Wat zeg je eigen gevoel? Als ik gevoel volg, dan weet ik dat ik sowieso de verkeerde mol kies. Hoezo? Dat dat me nu al 3 jaar op rij gebeurt. Ja, herkenbaar. Oh, dan blijf maar op Jurre zitten dan. Ja, dus ik blijf lekker op Jurre zitten. Ja, dat is goed. Dat doe je positief. Want het zit niet... Mijn eigen gevoel zegt dat het of Jurre of Daniel moet zijn. Maar net ietsjes meer Jurre. En dan blijkt het straks ooit te zijn. Ja, echt. Als dat het is... Ik weet het echt niet. Hint nummer 1. Verbinding. Sorry. Nee, ik heb het. Ik met zijn interview, waarin in de glitch een letter M zit. De M echt, van hoor. Als het me nu een derde keer gaat gebeuren, dan weet ik het echt niet meer. Echt hoor. Dan blijf ik ook lekker bij België. Het leuke is dat de mol België, dat ik dat eigenlijk al vrij snel door heb. Vorig seizoen weer. Filip. Ja, ik had ook Filip door. Ik vind het echt jammer dat hij toen eruit ging. Ja, heel eerlijk, Filip had ik niet door. Doe maar wel. Maar dat is de mol België, hè, jongens? Ja. Gaat ook leuk worden. Nou ja, ja zeker. Het zag er goed uit. Nou, ja, over de mol België gesproken nog heel even iets. Heb je niet gehoord dat er is aangekondigd dat er iets heel nieuws gaat gebeuren? Ja, iets heel nieuws. Wat we nog nooit hebben gezien. Dus ja. Ik ben heel benieuwd. 2 mollen. Nee. Nee. Of Tim. Geen mollen. Hetzelfde, Tim of Kim. Geen mollen. In de finale wordt er een mol gekozen. Nee. Nee. Dan wordt het te ingewikkeld. We gaan wel benieuwd. De makers daar in België zijn uniek. Dit kunnen wij niet voorspellen. Een kandidaat die al voor het seizoen een hint heeft gekregen over wie de mol is. We gaan het tegen die tijd allemaal. We gaan het tegen die tijd zien. Dit is Wie is de Mol Nederland, jongens. Het sluit mooi aan. Dit is de verkeerde podcast. Voor de mensen die nog niks weten, 19 maart begint het. Ja, maar... Meteen aansluitend. Ja, oh, alsjeblieft. Geen weekje rust. Zo niet. Nee, we houden van Wie is de Mol. Want het is op zondag. Klopt. Je hebt een weekje rust. Nee, want dan moet ik in dat weekje dus zeg maar... Alles klaarmaken voor de mol België. Maar maakt niet uit. Oh. Ja. Nou, we hebben natuurlijk nu nog even iets om te bespreken. Dinant werd in de vorige podcast heel de tijd rood. Doordat hij begon te praten over Kim. Oh god. Oh my god. Maar dit hebben we toen ook al tijdens die live besproken. Is Dinant de mol? Wat zeg je? Is Dinant de mol? Dinant is sowieso de mol. Ja. Nou ja, Dinant, als je dit luistert... Sorry, spijt ons. Ik wou iets zeggen, maar ik denk... Hou me in. Jurre die had een andere opmerking gemaakt. Misschien dat jullie hem begrijpen. Nee. Nee. Huh? Wat zou Jurre nou... Waar kijkt Jurre nou naar? Oh. Nee, dit kan echt niet, Arjan. Dit kan oh, echt. Mag dat niet? Nee. Nee, nee, nee. Nee, Dinant, als we het erover hebben, Kim, wordt hij heel erg groot. Dus ik zei tegen hem, ik zeg, heb je een oogje op Kim dan? Toen werd hij nog rooier. Ik ben gewoon een hele goede vrienden met Dinant. En meer dan dat is het ook niet. Maar je weet Dinant, niet andersom... Je weet andersom niet wat Kim of Dinant voor jou voelt, hè? Nee, daarom zeg ik, sorry als ik je nu friendzone, maar... Mijn hart ligt toch echt bij iemand anders. Ja, dat zei hij. Dat zei hij heel eerlijk. Dat zei Dinant heel eerlijk. Ja. De titel van de podcast is nu... Is Dinant de ware voor Kim? Helaas. Geen moe afspraak voor Dinant. Heel erg van je, Kim. Oh. We zitten natuurlijk nog met één ding. En dat is natuurlijk de vraag van de dag. Hè, van de podcast. Ja. Arjan, wie is echt 100.000% niet de mol? En dat mogen meerdere personen zijn. Toi, Jurre, Ranomi. En dat weet je dus echt 100.000% zeker? Ja, dat weet ik al vanaf 26 november 2022. Zijn er dan ook 3, 2.300
Wacht zo, kan ik niet even... Ik voorspelde in aflevering 0, en dat is geen grap, kan je terugluisteren in Smalltalk. Daniel 1. Ranomi had ik als tweede plek. En Jurre had ik als derde plek. Oké. En als je fout hebt, ga je dan... alleen Soy erbij gekomen en Soy wisselt met Ranomi. Ja, dus ja. Het is wel echt uniek. Maar als je het fout hebt, ga je net zoals Siem 2000... Ja, en dat heb ik ook eens afgesproken. Ja, hij heeft het afgesproken met Siem. Ik ga 23.000 keer dan de naam zeggen van Jurre of van Soy of van Ranomi. Op een Instagram live. Mocht Jurre het zijn, dan doe ik het alleen. En Siem komt wel even helpen, maar dan weet ik wel hoe die komt te helpen. Door te zeggen van ik heb gelijk, dus zeg het maar. Dus dat gaat hij doen. Maar dat vind ik niet erg. En als Ranomi het is of het is Soy, dan doen we het samen. Oké. Spannend. Dus sowieso staat dat afgesproken. En dan gaan we op YouTube doen, dus dan kunnen we makkelijk streamen. Ik zal zeggen, bereid je alvast voor. Of niet. Of niet. Ik wel. Pak jij alvast je chips. Je bent overtuigd. Nee. Het is of jongens, het is Daniel of Jurre. Het is gewoon Nabil. Waarom zeg je het dan zo met een staalgezicht? Ze dacht gewoon... Je hoopt het, hè? Je hoopt het stiekem. Je hoopt het gewoon stiekem. Dat Daniel de Mol is? Nee, dat ik 23.000 keer dat woordje ga zeggen. Ja, zeker. Ik zou dat heel lachen vinden. Oké. Kijk, ik heet de joker op, dus... Iets anders dan, Kim. Jure. Als het dan niet is, wat ga jij doen dan? Joker opeten. Weten. 1 of 23.000? Nou, ik wil niet dik worden. Ik weet niet of ik het dik wil hebben, maar... Ja, heel eerlijk antwoord. Ah, oké, daar heb je wel weer een punt. Nou, ik heb afgesproken met iemand uit mijn groepsapp. Als Ranomi de Mol is, dan ga ik 23 uur Wie is de Mol kijken, de finale. Er kan helemaal niemand, wordt hier geband. Jawel, dat kan wel. Dat is wel echt... Hoe ga je zo lang wakker blijven? Gewoon wakker blijven, zoals ik eigenlijk elke avond doe na Wie is de Mol. Gewoon heel veel koffie. Maar Kim, ja, hij gaat sowieso een claim krijgen van Avrotros copyright. Weet ik, maar Ranomi is niet de mol. Daarom durft hij de deal te maken. Daarom durf ik daar heb je wel weer een punt. Ja. Maar, het klopt wel wat je zegt. Kim, wie is 100.000% zeker niet de mol? Soy en Ranomi. Zo, die vind ik wel heel hoog ingezet. Nou ja, ik zet tenminste niet alle overgebleven kandidaten behalve mijn hoofdmol. Nou, wie verdenk ik zelf? Nou echt totaal niet, Ranomi. Ja, maar jij vindt iedereen nog verdacht behalve Ranomi. ja, technisch gezien kan iedereen het zijn, maar het is of Daniel of Jurre, denk ik. Maar... Precies. En dat denk jij ook. En Arjan die zit natuurlijk vol op Daniel. Maar waarom vind jij Soy nog een kandidaat dan? Of een mogelijkheid dat hij de mol kan zijn? Omdat hij het heel makkelijk kan zijn. Hij zocht naar jokers. In aflevering 3. Maar Jurre wil toch ook heel veel jokers? Hij pakte 1.000 euro dan met het koor. Ja, weet ik. Maar in de andere hand, hij maakt allemaal foto's verkeerd bijvoorbeeld. Een beetje molacties die je niet verwacht. Ja, ik verdenk hem het minste, hè, van alle drie. Dus op zich... Het zou mij verbazen in ieder geval als het Soy het is, of als Ranomi het is. Kijk, dat Jurre het is, zou me niet echt verbazen. Hij is natuurlijk wel in your face aan het mollen. Ja. Hij zou het goed kunnen zijn. Maar Daniel is natuurlijk mijn hoofdmol. Dus als een van die twee het is, dat zou me niet verbazen. Maar de rest zou me echt verbazen. Dus dan is de wow-factor wel echt aanwezig. Ja, zo, ik zou me ook niet verbazen hoor. Want ik heb wel wat hints naar hem gevonden. Maar ik vind het toch nog net weer even iets te bovenop. Echt net iets te verdacht. En nu is hij wel kandidaat achter gaan het spelen. Waardoor ik hem dus juist niet aan het verdenken ben nu. Maar je weet het wel. Lastig. Kan jij niet even een klein beetje jouw tunneltje even openhalen waar je toen in zat met Soy, om even dat aan iedereen te vertellen? Want... Wij hebben nog nooit iets over Soy gedeeld, bijvoorbeeld. Op een gegeven moment had je dat... Gaan we weer even terug naar het schip, waar we het eerder al over hebben gehad. Mm-hmm. Op het moment dat er bekend dat ze zaten van het schip... Toen was Daniel en Jurre waren heel blij dat ze het woord schip hadden gevonden. En Soy acteerde heel erg dat hij blij was. En het was ook wat verlater. Hij moest zich even een soort van voorbereiden...
voordat hij echt blij werd. Dus dat is dan wel een van die dingen waarvan ik zit van... Hmm. En ik heb dan... ik noem me altijd... ik heb hem eigenlijk een beetje eigen wiestmottermen gemaakt. Zoals de net niet-kandidaat. Hij doet altijd heel hard zijn best. Maar toch net aan niet om geld te verdienen. Ja. En dat is wel wat ik vaker terugzie bij Sol. Ja. Nu je dat zo zegt, denk ik dus eigenlijk niet meer dat Sol de mol is. Maar bedankt. Alsjeblieft. Kunnen jullie nog wegstrepen? Ja. Maar ik heb hem niet echt verdacht. Maar het zou me niet verbazen als hij het is. Klopt. En het ding wat mij laat twijfelen is die hint van Siem. Met die M. Ja, maar dat kan natuurlijk ook een fake hint zijn. Precies, dat is net zoals met Kim Lian. Mm-hmm. Achter het masker. Ik vind het maakt het gewoon leuk om te doen, joh. Ja. Maar ja, ik denk dat we nu wel een beetje alles hebben besproken, lijkt mij. Of willen jullie nog iets kwijt om even een finale stoot te geven? Maakt het wel weer lekker moeilijk voor ons, Tim. Ja, weet ik. Nee, wie gaat de volgende aflevering afvallen? Renomi of Zoe. Maar ik hoop Daniel. Ik hoop Jurre. Als Jurre afvalt... Nee, dan ben ik mijn punten kwijt. Als het ergens nog een beetje kan dat Jurre afvalt, ondanks die vrijstelling, dan zou het dat echt top zijn. Ik zou dat top vinden als er een zwarte vrijstelling volgende week zou komen. Want dan is niemand zeker van zijn punten. Klopt. Dat zou en dan kan het vierde scherm weer rood worden. Ja. Van Daniel. In principe is het wel een logica. Nee, Ranomi gaat eruit. Klavertje 4. Nee, Ranomi gaat er inderdaad uit. Dat hebben we nog niet besproken, hè? Dat klavertje 4 wat daar lag met die proosten. Jawel, door Guido. Ja. Ja, maar hier toch niet? Nee, hier nog niet. Maar dat kan gewoon van het restaurant zijn, hè? Waar ja, maar dat is dat. Ik vind dat echt een beetje ook vergezocht. Ik vind dat ook echt een beetje te ver gezocht. Want een klavertje 4 ziet er ook anders uit. Dat restaurant bepaalt zelf wat ze op dat bordje neerleggen en hoe ze het op het bordje neerleggen. En het zijn 4 kandidaten, dus 4 glaasjes. Dus dan heb je automatisch eigenlijk al een soort bordje met 4 glazen erop. En dan lijkt het op maar een ik snap wel, Tim, dat die hele voelt in de jurkenol. Ja, als bijhint. Hij voelt lekker. Ja. Maar ik denk dat we nu echt alles hebben besproken, toch? Ja, zeker. Nou, dan was dit het weer. Ik wil nog 1 ding zeggen. Daniel is de mol. Of niet. Of Jurre is de mol. Jurre is de mol. Hij zal vast aan het oefenen. Dan ben je al begonnen. Ja, Jurre is de mol. Ja, maar ik zeg niet dat ik niet denk dat Jurre de mol is, hè. Dat ik niet denk dat Jurre de mol is, snap je? Jij zoekt de veilige zone op. Ik zoek nu de veilige zone op. Als wie is de Melk Pro? Je hebt zeg maar dit, zeg maar. En dan heb je zeg maar hierbovenin zit dan zeg maar Jurre. En op hier onderin is zeg maar Daniel, ja. Het zit dan precies zo, ja. En als de volgende aflevering er iets gebeurt, dan gaat Daniel ineens omhoog. En dan gaat Jurre weer omhoog. En dan gaat Daniel weer omhoog. En dan gaat Jurre weer omhoog. En dan blijf je eigenlijk alleen nog maar over met Jurre als mol. Dus. Luisteraars, dit zegt dus een pro, hè. Die naam heb ik niet zelf bedacht. Arjan. Die naam hebben volgers van mij bedacht. Dus. Oké. Anders moet ik WDM Hints 404589 eten. Dat hoeft daar ook weer niet. Maar dit was het dan voor deze week. Volg deze podcast natuurlijk zeker, zodat je elke week weer kan genieten van een nieuwe aflevering. Voor nu bedankt jullie de ware Kim en Arjan. We hopen natuurlijk dat Dinant er volgende week weer bij is. Dat zou gezellig zijn. Al hebben we best wel meer gehad aan Kim dan dat we ooit aan Dinant hebben gehad. Arme Dinant. Dus Dinant. Ik meen het serieus. Ik vond Kim leuk. Ik vond het een leuk gesprek. En jij hebt een beetje de Jurre-tunnel een beetje meegenomen. Dit was leuk, hè? Jullie hebben toch mij nadenken. En dat heb ik meer aan als dat we met z'n drie over Daniel zitten te praten. Misschien wil Kim ooit nog wel een keer terugkomen. En dan ik ben er graag weer bij. Dat dan Dinant er ook weer bij is. En dat zullen we dan met z'n vieren na bespreken. Dan kan ik hem roodjes worden. Ja, precies. Ja. Nou ja, dat en meer hoor je natuurlijk volgende week in de... in de 8e aflevering van de ProCast. Omdat we 4 en 5 natuurlijk samen hadden gevoegd. Nou ja, bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende keer. Wat zeggen we dan, Arjan? Houdoe. Nee. We zeggen laters. Dus Kim? Laters. Houdoe. Meer van dit. Check natuurlijk de YouTube-kanalen van Tim en Kim. Dat rijmt. Een soort van. En de Instagram-pagina's. @WDM-2023-hints van Dinant. @Mollejagers van Arjan. @KimCogé van Kim. En @WDM Pro van mij. Houdoe.